Ik ben hier samen met Robin, Freddy en Jari. Drie content creators die tegen elkaar gaan strijden voor een prachtige prijs. En het is een andere prijs dan vorig jaar. Robin, Freddy, jullie kennen de Red Button Challenge natuurlijk van vorig jaar. Wat is jullie favoriete herinnering aan deze gebeurtenis? Ik heb echt een favoriete herinnering. En dat was 100%... die duizenden knoppen challenge. 100%. Dat ik moest dansen met andere personen. Dat heb ik gewoon niet leuk. Ja, daar deed je ook wel lang over. Ja, dat was helemaal. Ja, Jari, jij bent nieuw op dit terrein. Welkom. Welkom. Hi. Hallo. Ja, ik laat mij verrassen. Ik hoop dat ik win. Ah, denk ik niet. Nee. Ja, maar altijd die Belgen weer, hè. Oké, is goed. Robin, niet dezelfde fout maken als vorig jaar. Nee, echt waar. Ik ga niet meer de vriendin Guy uithangen, maar ik ga gewoon ervoor gaan. Geen genade. Maar goed, heren, ik ga toch nog even de spelregels uitleggen. Het is gewoon super simpel. Jullie drukken dus op die knop, je krijgt de challenge en je moet dus die challenge completen. En wanneer je die challenge hebt gecomplete, dan mag je terug op die knop duwen. Maar goed, jongens, de prijs. Het is iets wat ik nog nooit heb meegegeven op YouTube. En jullie gaan me waarschijnlijk dan zot verklaren. Het is bij deze ook de aftrap van de decembermaand met de terugkeer van Kerstman Jochen. Maar de winnaar krijgt... Hou u vast. €100. Zo. Hallo, hé. Zo. €100. Maar joh, Jochen, €100? Jawel. Goeie winnaar. Heb je meegedaan aan de loterij of zo? Ja, Freddy, ik heb meegedaan aan de loterij. Ik heb €2,50 gewonnen. Dit is dus de allereerste keer dat ik dus geld weggeef in een video als aftrap voor de decembermaand. Voor de mensen die niet weten wat de decembermaand is, dat is dus een maand waar ik vol prop met giveaways. Dus ja, het is gewoon super tof. Het is ook een beetje in thema van Kerstmis, feestdagen en bladibladibla. Dus hou je al vast, want op de 1 december komt al direct een giveaway, want dan begint natuurlijk chapter 6. Dus dan kan je al zeker een Battle Pass giveaway verwachten. Maar goed, heren, zijn jullie er klaar voor? Maar we gaan natuurlijk moeten bepalen wie er gaat beginnen. Ik heb dus namelijk, gelijk dus de vorige keer, ik heb een getal van 1 tot 10 in mijn hoofd. Nee, ik heb een getal van 1 tot 10 in mijn hoofd en wie het dichtst bij is of raad, wint. En Jari, jij mag als eerste raden. Wat? 4? 6? 3? Freddy zit er boenk op, dus jij mag gewoon beginnen. Oké, Freddy, ik ben benieuwd. Ladies first. Tijd om te zuipen. Oké, kom maar mee. Tijd om te zuipen. Man, dat doe ik nog. Hij drinkt helemaal niet, man, die gast. In al deze kisten zit er Chuck Chucks in en jij moet blijven Chuck Chucks drinken totdat je shield vol is. Succes. Oké, dankjewel. Hey, Freddy. Ja? Niet te zat, hè? Ja, maar dit duurt zo lang. Oké, Jari, je was het tweede dikste bij, dus jij mag drukken. Hallo? Ja. Tijd voor een quiz. Ga maar daar staan. Jij mag hier al voor de camera zitten. Ja. Yeah. En je mag wachten, want eerst moet erop indrukken, want ik moet de quizvragen verzinnen. Lekker voorbereid, hè? Ja, oké, Robin, doe maar. Vind de lama, ja, die challenge kende denk ik van vorige video zeker? Niet direct. Freddy kent die wel. In ieder geval, er zit een lama ergens verstopt in deze map. Daar zit een diamanten lama in en die moet jij naar me toe brengen. Succes. Oké, Jari, deze quizvragen zijn in verband over mij. Ik weet heel veel van je, hoop ik. Ik blijf gewoon vragen stellen en als je er 3 juist hebt, als je er 3 juist hebt, dan mag je weer op de knop duwen. Oké, Jari, we beginnen met een gemakkelijke. Hoop ik toch voor jou? Hoe oud ben ik? Kut. Oh shit. 21? Ja, goed zo. Ja, oh mijn god. Was dit echt een pure gok? Dit was een hele pure gok. Zo heet dan dat je niet kan drinken en loopt toch gelijk, jongen? €100, jongens. €100. En daar houden we dan maar, hè. Nou, op zoek naar... We moeten dus op zoek naar een lama. Dit is op ware grootte. Dus ik ga gewoon even kijken naar al deze challenges. Ik wil ook echt niet weten waar dit over gaat, deze challenge. Want ja, kijk, allemaal beertjes. Maar ik moet dus een lama vinden. En ik kan naar buiten. Misschien is hij wel ergens buiten hier. Ja, 2000, denk ik. Ja. Jari, weet jij wat ik gedaan heb toen ik de 3000 abonnees heb gehaald? Weet je dat? 12-uur stream? 12 uur stream? Nee, geen 12 uur stream. Je mag nog één keer raden. 24 uur stream?
Nee, nog nooit nee, gedaan zelfs. Nee, dan heb ik een hardstyle track gemaakt, getiteld Laat U Volledig Gaan. Is momenteel de meest bekeken video op mijn YouTube-kanaal. Je weet, ik maak veel Fortnite-content, hè. Maar er was ook nog van een ander spelletje dat ik content maakte, dat zo wel even heeft geduurd, maar dan is het zo een beetje gestopt. Het is nog niet zo super lang geleden, maar over welke content heb ik het? 5M? Ja, dat klopt. Oh. Je moet er nog eentje hebben. Jee, Jari, een moeilijke, denk ik. Nee, geen moeilijke. Ze zijn allemaal moeilijk, man. Jari, hoe lang denk je dat ik al YouTube doe? Schat, 7 jaar. Ja, 7 jaar. Oh, nee, niet. Goed gedaan, Jari. Waar is de knop? Zet, daar. Oké. Spring op het kussen. Oké, kom mee. Oh, hier. Lol, ik heb hem gewoon gevonden, gek. Ik ben opgeven, hè. Ik ben aan het kijken op andere plekken. Oh, ik heb een sleutel gevonden. Nou, ik hoop dat het voldoende is, maar ik heb een sleutel nu. We gaan naar Jochen. Ik weet niet, is dat Jochen hier? Ja, Jochen staat hier momenteel. Oké, Jari, hier heb je zo'n bounce dingen of zoiets, dat vlieg je. En op het moment ga je een kussen zien. Daar moet je op landen. Ja. Maar 1 keer. Oh mijn god. Succes. Hey, Jochen. Ik heb iets gevonden. Wacht, moet ik even droppen? Dat is deze. Ah, inderdaad. Ja, dankjewel voor de sleutel. Ja, let's go. Mag ik drukken? Ah, nee, op de knop natuurlijk. Ah, ja. Oké, Robin. Druk hem maar. Okay, tweede keer. Ga in gamen aan een pickaxe skill. Die kende nog, hè? Die heb ik gedaan vorige keer. Oké, let's go. En Jochen, jongen. Loki, ik ben lekker weg. Yo. Het is niet te doen. Oh, ik mag. Hé, ik glide. Nee. Oh, mijn god. Ah, shit. Ik wist niet dat je kon gliden. Kom ik. Kom op. Ja, ik sta erop. Ik ben vol. Yeah. Ik ben op het roze kussen geland. Ja. Amai, dat duurde kort. Je hebt ook 1000 shield gehad. Of hoeveel shield was dat? 1000? 2000, jongen. Jij met je 1000. 2000. Herinner je deze nog? Ja. Daar ben ik vorig jaar toen mee begonnen, maar ik heb niet afgemaakt. Nee, je bent er niet mee begonnen. Je bent ermee geëindigd vorig jaar. Lukke jongen. Kan je goed tellen, Jari? Nee, want ik heb dyscalculie. Nou, Jari, ik zou graag willen weten hoeveel deurburgers hier zitten. Hou op. Oké. Jezus, dit meen je toch niet? Ik moet dus een pickaxe skill halen. Ik heb daar een heel goed idee voor. Namelijk als volgt. Het gaat namelijk als volgt. Ik kan heel de bus gewoon uitvliegen. Tot helemaal tot dit puntje. En ik hoop dat de mensen AFK zijn. En dan kan ik namelijk daar iemand pickaxe en gaat die dood. En heb ik een pickaxe skill. Hey, is dat niet slim, dames en heren? Let's go, daar gaan we. Oké, kijk, daar zijn we dan. 3, ja, kijk. En hij is dood. Oh, wat? Lol, dat is raar. Maar dames en heren, we hebben de pickaxe skill. Let's go. Ik ga rennen, ik ga stoppen, jong gek. Nee, ren dan gewoon door. Oh, wat is hier nou niet? En wil je zelf ook eens een keertje meedoen aan een van mijn superleuke video's, dan moet je gewoon even de Discord-server joinen. De link vind je in de beschrijving. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 91. 92. Ik hoop dat ik het goed heb. Ja, Jari. Ik heb de 92 geteld. Dat is fout. Godverdomme. Jochen, ik heb de pickaxe skill. Ah, is het weer gelukt? Het is zeker vast gelukt. Kijk, ik kom terug in de lobby. Laat me raden, je hebt zeker weer de tactiek van vorig jaar gebruikt? Nee, Jochen. Praat met de teddybeer, kom maar mee. Goed, Robin, een van die teddyberen hier heeft een boodschap voor jou. En die boodschap moet jij dus volgen. En als je dus die boodschap, ik zal zeggen de opdracht die teddybeer geeft, heeft gedaan... Dan mag je terug op de knop gaan duwen. Praat met de teddybeer. Dat is weer... Ik ga eens achter beginnen, ik weet niet. Ik heb zo'n gevoel dat Jochen... Oh, zag ik iets nu staan? Nee. Ik denk misschien dat dit... Oftewel gaat de buitenste zijn, oftewel... Misschien de achterste. Oh, zag ik iets staan? Nee. 83? Bijna. Are you fucking kidding? Ja, maar nu wordt het gewoon nog een kwestie van gokken, want ik ga dit niet iedere keer weer tellen. Ja, gok dan. Wat zei ik net nou? Kut, dan ben ik het kwijt. 84? Ja, 84! Ja! Fuck! Dit is niet fijn als je dyscalculie hebt, maat. Echt.
Maak een gedicht. Are you kidding me? Ja, je mag een gedichtje maken over mij. Vier zinnen. Lieve Jochen. Jochen. Wat rijmt er op Jochen? Jochen. Waarom heeft hij zo'n kutnaam? Er zijn ook zoveel. Het ding is ook, ik weet ook helemaal niet wat ik kan krijgen van comment of zo. Het grappigste is ook, hè. Ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. En je abonnees vliegen binnen als een pick shopper. Die is al ver weg, jongen. Hoe kom je daar dan? Hé, hoe kom je daar? Jari! Oké, ik ben benieuwd, want vorig jaar had iemand anders... Vier zinnetjes, toch? Ja, vorig jaar had iemand anders ook minimaal vier zinnen, maar ja, vier zinnen is oké. Oké, lieve Jochen, je bent een topper en je abonnees vliegen er binnen als een big shopper. Soms denk ik, wat ben je een herrieschopper? En dit gedichtje eindigt nu met een inkopper. Ik hoor hem goed. Ja, taal is wel mijn sterkste factor. Haal de tripte nou. Nou, dramatisch. Ik zou eerst beginnen... Trap-tunnel. Ja, oh. Dat is al een checkpoint, dus voor mocht je doodgaan, kun je hier spawnen. En deze opdracht had Robin vorig jaar gepakt. En daar was hij denk ik niet zo'n grote fan van. Ik ben benieuwd hoe lang jij erover gaat doen. Ik ga even Jochen vragen, even tips vragen. Nee Jochen, ik heb ze echt allemaal gehad en ik krijg geen niks in mijn beeld. Ja Robin, wie zegt dat deze teddybeer ook in deze ruimte zit? Kerel, mee dit? Nee, serieus. Nee, ik kan echt niet zo zijn. Ik kan echt niet zo zijn, Jochen. Niet het is dichterbij dan je denkt. Wauw, je kan echt... Wauw. Ja, ik dacht echt al van Jochen, het kan niet. Ik heb echt elke tijd weer afgegaan. Precies, man. Oké. Okay. Opdracht, gebruiksmogelijkhedencode Jochen voor 24 uur in de Adershop. Ik ga het doen. Maar ik heb het zelfs gehad, dus go Jochen, hebza. Nou, wat een vieze streek. Oh. Hé, creator code, hè, vriend? Oh, ik dacht gewoon de vraag beantwoorden. Ik heb ja gezegd, dus de Jochen, dames en heren. Dat is voor de keer de code. Je moet gebruiken voor 24 uur. Bam, let's go. Opdracht voltooid. Mooie herinnering aan vorig jaar, Robin, die mijn creator code invult. Bo, what the fuck? Doe even normaal. Hey. Oh, dit gaat nog verrassend goed. Hoppa. Ze zijn niet afgegaan volledig. Ja, krijg even de tandjes. Yay. Robin. Ja, daar gaan we dan, hè. Yes. 2-1. Is iemand die op de knop mag drukken? Oh, ja, wie is er bijna klaar, zou ik zeggen. Ja, Jari is bezig met de triptunnel en Freddy is de level default dit run aan het doen. Ja, dat gaat beide jaren duren, Jochen. ik zou Jari zeggen dan. Maar ja, moet ik wachten nu dan? Jij kiest dus dat Jari mag drukken. Als je zeker bent, dan ga ik Jari halen. Nee, maar stel ik kies nu Jari, is het ook klaar met zijn challenge dan? Ja, mag Jari stoppen met zijn challenge en dan drukt hij gewoon op de knop. Nee, dan ga ik toch voor Freddy. Volgens mij is Freddy toch iets moeilijker dingen aan het doen. Ja! Ja, Freddy, Robin heeft een challenge gekregen dat hij mocht kiezen wie er op de knop mag drukken. En hij heeft jou gekozen. Oh, echt waar? Ja, dus je mag terugkomen, Freddy. Oh, dat scheelt weer. Ik ben helemaal gek van dit ding. Oh, dat ijsparcours. Joh, ik kom net van het parcours af. Oké, Freddy. Oké, Freddy. Als je graag wil weten hoe groot het parcours is, open de map is. Oh, dus helemaal eromheen is dat. Oké, Freddy, het is heel simpel. Je mag zelf kiezen. Je mag zelf kiezen langs welke kant je begint. Maar de bedoeling is dat je heel die map dus rondgaat van dat ijsparcours. Je hoeft het maar één keer te doen. Maar ja, je moet wel zorgen dat je niet geraakt wordt door die dingen. En let op, Freddy. Jump fatigue staat denk ik aan. Alleen nou geen spikes. Oké, let's go, Freddy. Auw. Oké, Robin, jij hebt Freddy dus even een ijsparcours laten doen. Ik ben benieuwd wat jij nu moet doen. Daar gaan we dan, hè. 3, 2, 1. Maak de juiste keuze. Kom maar mee.
Dit is echt een verschrikking. Nee, dat ga je niet menen. Ah, shit. Laat maar. Oké, Robin. Ik heb hier twee rifts. Eén rift geeft u geluk. De andere rift wat minder. Oeh. Ik heb wel eens. Oh, ja. Heb je de juiste? Nou, ja, dat was de geluksrift. Let's go. Oké, nog eens, hè. Ja? 3, 2, 1. Oh! Wie heeft er gewonnen? Wie heeft er gewonnen? Wie? Wie? Robin, jongen! Als ik win, ja! Ja! Vriendjespolitiek, ik voel het al! Wauw! Ik voel het al! Jochen, ik heb gewoon de juiste keuze gemaakt, besef! Je hebt inderdaad de juiste keuze gemaakt! Robin! Je hebt je fout van vorig jaar goed gemaakt! En was ik klaar vorig jaar, of niet? Met mijn opdracht, nee! Oh, oké. Nou, tenminste, ja, maar ik mocht niet rennen. Nee, maar Jari had ik die 100 euro niet gegund, hoor. Dus, Nou jongens, ik wens jullie een fijne avond. Dankjewel voor de opname. Hey, hoi, hoi. Maar hey, Robin. Je hebt 100 euro gewonnen. Let's go, man. Ja, echt, dat is echt een insane prijs. Dat kun je wel zeggen, Jochen. Ja, ja. Dat is ik echt doe een applausje. Insane geweldige prijs, dankjewel. Maar oké, gasten. Ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vonden. Ja, zeker. Ja, hoor. Onwijs leuk, Jochen. Vond echt onwijs leuk. Zet het leuke traps. En wat denken jullie? Moet er een deel 3 komen? Volgens jullie? Ja, ik vind van wel. Zolang Robin niet meedoet. Nee, grapje. Oké, ik ken mijn plek. Nee, zeker. Deel 3. I'm ready. Deel 4, deel 5, deel 6. Op zich, Jochen, volgende keer in GTA Roleplay. Ja. Fuck, wil je dat doen? Inderdaad, hoe moet ik dat doen? Jochen moet dat maar fixen. Ja, jongen. Goed, mensen, dankjewel voor het kijken naar deze video. Het is volgens mij korter dan die van vorig jaar. Maar ik hoop dat jullie het toch wel genoten hebben. Ik wil Robin, Freddy en Jari bedanken voor het meespelen. En Robin proficiat wensen met zijn overwinning. En als jullie vinden dat er een deel 3 moet komen, laat het zeker even achter in de comments. Wil je ook eens leuke content bekijken van deze 3 legends? Ik zet hun 3 YouTube-kanalen in de beschrijving. Dus dat kan je zeker even checken. Oké, ja, dat is eigenlijk maar één ding. En dat is peace out met Jochen. En tot de volgende. Ciao, ciao. Yo.